Hallo, echografie en MRI. Zaken om iets in beeld te krijgen. Links zie je een voorbeeld van echografie en rechts een voorbeeld van MRI. Hoe dat in zijn werk gaat, daar gaat het dit keer over. We beginnen met echografie. Bij echografie wordt gebruik gemaakt van een transducer. En een transducer die zendt geluidspulsen uit. En die geluidspulsen die worden gebruikt om diverse zaken binnen jouw lichaam in beeld te krijgen. We gaan een klein stukje inzoomen. Kijk, de transducer wordt op de buikwand gezet en hij zendt een geluidspuls uit. En die wordt weerkaatst bij een verandering van weefsel. Slechts een deel wordt verkaatst, de rest gaat door en die wordt later natuurlijk weer een keer weerkaatst als er weer een weefselverandering is. Dat wordt opgevangen. En dat geeft informatie over de ligging van de diverse weefsels. Dit wordt dus gedaan met geluid. En geluid is een golf, dus geldt ervoor V is lambda maal F. Hierbij is de frequentie van het geluid, en die ligt vast. En de transducer die zendt een bepaald geluid uit met een vaste frequentie. De geluidssnelheid is niet vast. Want die is afhankelijk van het medium waar die doorheen gaat. Bot, spierweefsels, holtes. Dat betekent dus dat bij een terugkaatsing de terugkaatsingstijd ook afhankelijk is van het weefsel waar het geluid doorheen is gegaan. En dat geeft dus informatie over het weefsel. Behalve met die terugkaatsingstijd kun je ook kijken naar hoeveel wordt er teruggekaatst. Want ook de hoeveelheid teruggekaatst geluid is weer afhankelijk van het weefsel. Het ene weefsel, ja, een zwaarder weefsel, die zal meer geluid terugkaatsen dan wat licht zwak weefsel. En als je dus meet hoeveel intensiteit er terugkomt van wat je hebt uitgezonden, geeft het ook informatie over het type weefsel wat is bereikt. Dus het ongeboren kind wordt bestookt met geluidsgolven. Is dat schadelijk? Moeten we zo'n kind niet beschermen? Nou, dat valt mee. Het gehoor van een mens die is gevoelig vanaf 20 hertz tot aan 20.000 hertz maximaal. En bij een echografie wordt gebruik gemaakt van geluid van 1000 tot 10.000 kilohertz. Hertz. Dus dat is een bereik van 1 tot 10 megahertz en dat ligt ver, ver boven wat een mens kan horen. Kortom, daar heb je totaal geen last van. Maar, als je hier even goed naar hebt gekeken, dan zie je hier niet een hele hoge frequentie staan, maar een frequentie van 26 hertz. En dat ligt wel binnen het gebied van wat je kunt horen. Echter, deze frequentie, dat is niet de frequentie van het geluid, maar is de frequentie waarmee het geluid wordt uitgezonden door de transducer. Dus de transducer die gaat iedere seconde 26 keer een puls uitzenden en iedere pulsgeluid heeft een frequentie tussen de 1 en de 10 megahertz. MRI maakt ook gebruik van golven. Maar niet van geluidsgolven, maar van elektromagnetische golven. En elektromagnetische golven bestrijkt een heel groot gebied, net zoals geluid, lage frequentie tot hele hoge frequentie. En een heel klein deel daarvan kunnen wij zien, het zichtbare gebied. Een groot verschil tussen een elektromagnetische golf en een geluidsgolf is dat een elektromagnetische golf door vacuüm heen kan gaan en de geluidsgolf niet. Laten we eens een rood licht bekijken, dus iets in zichtbaar gebied. 4,6 10 tot de macht 14 hertz is rood licht. Behalve dat het als golf kan worden opgevat, kun je een elektromagnetische golf ook bekijken als een deeltjesmodel. Dus als je dan rood licht hebt, dan bestaat het eigenlijk allemaal uit deeltjes die worden uitgezonden. En één zo'n deeltje, dat is een foton. Dus er komen allemaal fotonen uit de zaklantaarn. En ieder foton
heeft een bepaalde hoeveelheid energie. En de energie van één foton kun je berekenen met H maal F. De energie van één foton is H maal F. Ja, wat staat die H voor die F? Die F is natuurlijk duidelijk, dat is een frequentie in hertz. En H, dat is een constante. Dus gewoon een getal, de constante van Planck. Een hele belangrijke constante in de natuurkunde. Hij staat dan ook in tabel 7 van Binas. Je ziet hem hier staan. Hij is afgerond 6,6 keer 10 tot de macht min 34. En de eenheid is joules maal seconde. Daar kom ik zo meteen even op terug. Als je dat met elkaar vermenigvuldigt, H maal F, dan krijg je dus de energie van het foton in joules. En dan zie je dus van, hé, hier, de eenheid is joules. De eenheid van de frequentie is hertz, maar hertz dat is eigenlijk per seconde. Dus vandaar dus dat de eenheid van de constante van Planck joules maal seconde is. Want als je joules maal seconde maal per seconde doet, dan hou je alleen joule over. En dat is dus inderdaad de eenheid van energie. Goed, we kijken even voor rood licht. Voor rood licht is de energie dus constante van Planck, H, maal de frequentie van het rode licht. En dan kom je dus op een heel klein hoeveelheid energie, 3,05 keer 10 tot de macht min 19 joules. Je ziet dus een ontzettend kleine hoeveelheid. We krijgen dan ook hier te maken met een nieuwe eenheid voor energie, om te kunnen gaan met die kleine energiehoeveelheden. En die nieuwe eenheid van energie, die noemen we de elektronvolt. En 1 elektronvolt is gelijk aan 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joules. En als het goed is, die 1,6 keer 10 tot de macht min 19 moet je bekend voorkomen, want dat is, even nadenken, precies de lading van 1 elektron. Dan natuurlijk wel min 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. Want een elektron heeft een negatieve lading. Goed, maar 1 elektronvolt is dus 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joules. En betekent dus dat het rode licht een energie heeft van 3,05 gedeeld door 1,6. En je komt dan op 1,91 elektronvolt. En dat is wel weer een gewoon getal. Dus elektronvolt is dus een eenheid van energie. En die zit dus in de bereik, energiebereik, die normaal is bij een elektromagnetische straling. MRI maakt gebruik van radiogolven, van elektromagnetische golven. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, er wordt gebruik gemaakt van dat in jouw lichaam heel veel waterstofatomen zitten. En die waterstofatomen die geven informatie over de structuur van jouw lichaam. In het ene deel zit veel waterstof, en in het andere deel zit minder waterstof. Ieder weefsel heeft zijn eigen kenmerk. Dus als je nu weet waar veel waterstof is, of minder waterstof, dan geeft dat een beeld in je lichaam. Nou, ieder waterstofatoom is eigenlijk een klein magneetje. En die magneetjes die zitten in allerlei richtingen, zoals je ziet. De een omhoog, de ander omlaag en zo nu en dan switchen ze van richting. Dat is willekeurig. Je kunt nu echter die richting beïnvloeden door een magneetveld aan te leggen. Een heel sterk magneetveld. En daardoor gaan de meeste waterstofatomen in dezelfde richting staan. Natuurlijk niet alle waterstofatomen, maar de meesten wel. Nou, nu komen de radiogolven erbij. Kijk, je kunt hier de radiogolven een bepaald vermogen geven. Dus je geeft een bepaald vermogen en je moet de juiste frequentie doen. En die frequentie die wordt zo afgestemd dat de waterstofatomen omswitchen. Dus die krijgen een duwtje dat ze omswitchen. En op het moment dat ze omswitchen, geven ze een signaal af. Dus kan de radiogolf weer bijvoorbeeld even weg. Dan gaan alle atomen weer omswitchen omhoog en daardoor geven ze dus een signaal af. En dat signaal wat een waterstofatoom omgeeft op het moment dat hij omswitcht, dat wordt opgevangen door detectoren. En daardoor krijg je dus een beeld waar veel waterstof is en waar weinig waterstof is. En zo krijg je dus een beeld
van de weefselstructuur. Dit is een opstelling van een MRI-scanner. En die werkt met radiogolven. En die radiogolven, ja, die bevinden zich dus in dat gebied van het elektromagnetisch spectrum. Is dat gevaarlijk? Nee, want het zit aan de veilige kant van het elektromagnetisch spectrum. Als je echt bij de hoge frequentie zit, een hoge frequentie betekent een hoge energie, dan krijg je dat je in een gevarenzone zit. Maar je zit hier dus aan de linkerkant van het zichtbaar gebied. En aan de linkerkant, daar is het veilig. Aan de rechterkant, dan krijg je problemen. Een heel verhaal. Ik zou zeggen, neem er een van, want we zijn op het einde. Tot ziens!